de eerste blik eens even richten op de cijfers waar TomTom vanochtend mee kwam. Omzet gestegen tot boven de miljard. Goed nieuws, Koen. Ja, voor het eerst in 5 jaar dat we weer boven de 5 miljard, boven het miljard uitkomen. En met name omdat er de daling van omzet in consumentenartikelen gestuit is. Neutraal voor het jaar en omzetgroei bij de andere onderdelen. Dus prima cijfers. Hans, dit is een bedrijf waarvan we toch een paar jaar geleden dachten van, nou, die hebben hun beste tijd wel gehad. Ja, en voor iemand die het bedrijf niet dagelijks volgt, zoals ik zelf, moet ik zeggen, zijn ze toch sneaky ook weer met nieuwe producten gekomen. Sporthorloges, actiecamera's, maar ze doen ook wagenparkbeheer, hè? En het hele data management daaromheen. Dus dat je alles kunt track and trace wat je medewerkers doen. Dus ik denk dat ze dat heel slim hebben gedaan. En nou, het is natuurlijk nog niet het goede bedrijf wat het vroeger ooit beloofde te zou worden. Te zullen worden, heel goed. Maar er zit in ieder geval weer wat muziek in. Ik ben heel benieuwd hoe aandeelhouders dit straks waarderen. Oké, jij moet je microfoontje ietsje naar je mond toe schuiven, Hans. Intussen, Koen, wat gaan beleggers doen met dit nieuws? Nou, beleggers kijken natuurlijk ook vooruit. En in de vooruitzichten voor 2016 geeft TomTom 23 cent per aandeel op. Dat is wat onder de verwachting van beleggers. Dus het zou kunnen zijn dat ze dat aangrijpen als toch een negatief punt om het aandeel te verkopen. Maar in deze markten, goede cijfers kunnen zomaar verkeerd ontvangen worden. Maar de onderliggende trend bij TomTom is ontegenzeggelijk goed.